Halleluja. En wij hebben, en weet je wat ik zo blij om ben in deze tijd waarin we leven? Wij hebben een bediening van blijdschap. En dat is zo geweldig. Een bediening van blijdschap, zeg ik altijd. Wij maken altijd mensen blij. Laat het me u uitleggen. Heel veel mensen zijn blij als ze ons zien. En als ze ons horen. Maar er is ook weer een klein aantal die is blij als we weer in de auto stappen naar een dienst en weer naar huis rijden. Maar hoe je het ook bekijkt, er zit helemaal niks tussen. We maken altijd mensen blij. Is toch geweldig? Lieve mensen, ik wil een tekst lezen vanuit het woord Matteüs 11. Ik weet niet of het de tekst, ja, die, of dat wordt straks geprojecteerd achter mij. En dat zegt hier Matteüs 11, vers 12. En de dagen van Johannes de Doper af, en van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe, wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. Johannes de Doper die stond tussen de oude en de nieuwe bedeling. Johannes de Doper luidde de nieuwe bedeling van Jezus aan. En iedereen vanaf Johannes de Doper mag nu kloppen op de deur van de hemel en vertellen wat ze willen. En ze mogen staan op het woord van God. En we mogen geweldig staan op het woord. En wat God beloofd heeft, mogen wij, wat God beloofd heeft, dat mogen wij in geloof ons toe-eigenen. En dan staat er hier. En geweldenaars grijpen het. Wie zijn die geweldenaars? Dat zijn u en ik. En iedereen die hier luistert naar mijn stem. God wil dat wij een geweldenaar zullen zijn. En dat wij het zullen grijpen, de zegeningen van God. Het thema van deze avond luidt God van wonderen. Vrienden, ik heb dit onderstreept. Luister. Ik had het willen projecteren hier op het doek, maar dat kwam zo tot mij. Het schijnt dat God zich veelal openbaart door wonderen als zijn kinderen violent faith laten zien. Violent faith, vasthoudend, volhardend geloof. De geweldenaars, zegt de Bijbel, die grijpen het. En als wij grijpen naar de zegeningen van God, als wij staan op de belofte van God, dan wil ons de Heer geven wat wij van hem verlangen. Jullie horen het getuigenis van Evi. Wij hebben 20 jaar gewacht op onze zoon en het was medisch onmogelijk. Maar wij gingen niet bij de pakken neerzitten. We ontwikkelden onszelf om een geweldenaar te zijn. En te zeggen, nee Heer, u heeft die baarmoeder in Evi haar lichaam niet voor niks gegeven. En we staan op uw woord, want de vrucht van het lichaam is een zegen van God. De schoot van de vrouw is de zegen van God en we stonden op het woord. En wij namen geen genoegen met nee. En wat hebben wij aan die hemelpoort gebonkt? Volgens mij zit er nog een paar gaten in die deur, in de poort van de hemel. En wat knock, knock, knock on heaven's doors, amen. En wat hebben wij geklopt en wat hebben wij gezegd, Heer? We staan op uw woord. Uw woord zegt dat u de waarheid bent. Uw woord zegt dat wij ons moeten vasthouden aan onze belijdenis. Want hij die het beloofd heeft, die is getrouw. Lieve mensen, God wil dat wij violent faith zullen ontwikkelen. Willen wij de zegeningen van God zien in ons leven. Amen. Halleluja. De Bijbel staat vol met voorbeelden van mensen die violent faith ontwikkelden. En die hebben gekregen wat God beloofd had. Ik moet denken in Markus 5 vers 25. En we gaan het niet lezen. Daar staat een schitterend verhaal over een bloedvloeiende vrouw. De Bijbel zegt ze was 12 jaar ziek. En ze had al haar geld had ze gespendeerd aan doktoren en ziekenhuisbezoeken. En ze was er slechter aan toe als in het begin. Een bloedvloeiende vrouw. Al haar kracht was geweken. Maar ze ging niet bij de pakken neerzitten. Ze had kunnen zeggen, ach, misschien is dat het lot in mijn leven. Eén dag, op een zekere dag, zegt de Bijbel, kwam Jezus voorbij haar huisje. En ze had binnen kunnen blijven zitten. En ze had kunnen zeggen, als God wil dat ik genezing ontvang, dan zal Jezus naar de voordeur lopen. En dan zal hij kloppen op de deur, weet je wel. En dan zal hij zeggen, is er hier nog een zieke? Nee, deze vrouw wist,
ik heb een probleem. Ik leid aan bloedvloeien, de portemonnee was leeg. Want al haar geld had ze uitgegeven. En toen ze hoorde dat Jezus voorbij kwam, toen dacht zij, it's now or never. En de Bijbel zegt, ze zei tegen zichzelf, ik zal. En ze moet gekropen hebben, omdat al haar krachten weg waren. Al de krachten. Ze zegt, ik zal kruipen door de mensen, massa heen. En als ik de zoom van de kleed van Jezus aanraak, dan zal ik genezen zijn. Dat was haar proclamatie. Ze zei bij zichzelf, en moet je je voorstellen, want we lezen het zo makkelijk, hè? Maar moet je je voorstellen, de mensen die dromden om Jezus heen. Ze moeten misschien gezegd hebben, ga weg jij. Voor de Joodse wetten mocht een bloedvloeiende vrouw niet eens de straat op. Niet eens contact maken met andere mensen. Maar ze liet zich vernederen, die vrouw. En ze had maar één ding in haar gedachten. Wat een violent force. Wat een violent faith. Ze had maar één ding in de gedachte. Als ik straks de kleed van Jezus aanraak, dan zal ik genezen zijn. En met haar laatste kracht kwam ze bij Jezus. Ze moet gekropen hebben, want de zoom is meestal beneden. En ze raakte de zoom van zijn kleed aan. En Jezus zegt, wie heeft mij aangeraakt? Ja, zei de discipelen, iedereen raakt u aan. Ze drommen om u heen. Nee, zegt Jezus, iemand heeft me aangeraakt, want ik voel dat de kracht is uitgegaan uit mij. En toen draaide Jezus zich om en die vrouw die beefde, want ze dacht, wat zou die gaan zeggen? En Jezus kijkt haar vol bewogenheid aan en Jezus zegt, dochter, dochter, jouw geloof heeft jou genezen. Halleluja. Mensen, hebben wij geloof vanavond voor ons wonder? Hebben wij geloof dat God wil doen wat hij beloofd heeft? De Bijbel zegt, God is geen leugenaar. Hij is geen mens die liegen kan. Zou hij zeggen en niet doen? Zou hij beloven en niet in vervulling brengen, zegt de Bijbel? God zegt, lieve mensen, ontwikkel dat die violent faith, en violent wil helemaal niet zeggen van geschreeuw, weet je wel, of agressief. Nee, violent betekent volhardend geloof. Geloof wat niet opgeeft. Geloof wat wil totdat bereikt is waar die persoon voor komt. Ik moet denken aan Zacchaeus. Zacchaeus, ik wil dat nog even, wil ik daar wat van zeggen van Zacchaeus. Oh, Zacchaeus die was een belastinginspecteur. Zacchaeus. En het staat in Lucas 19. Het was een belastinginspecteur. En hij verdeelde al het geld onder zijn armen. Over zijn armen. En het was een heel klein opdondertje. Een heel klein opdondertje, zegt de Bijbel. En Zacchaeus, die had geroofd van de mensen. Die had de mensen bestolen. De mensen die mochten hem helemaal niet. Want een belastinginspecteur die onrechtmatig geld verzamelde van de mensen. Die was niet geliefd. Maar ondanks, de Bijbel zegt, hij was schatrijk. Hij was schatrijk. Maar hij was niet gelukkig. En heel veel mensen zijn schatrijk, hebben het geld in overvloed, maar nog steeds is hun hart leeg. Nou, Zacchaeus, een klein mannetje, die wilde zo graag de woorden van Jezus horen. Maar er waren ook weer zoveel mensen om Jezus heen. En hij dacht, ik wil de woorden van Jezus horen, maar het is onmogelijk. En al zegt de Bijbel, hij verzon een plannetje, kleine Zacchaeus, en hij dacht, daar moet Jezus straks langs lopen. Ik klim in een boom. En misschien hebben mensen wel gezegd, hey Zacchaeus, weg joh, ga de boom in joh. Dat weet je toch? En misschien dacht hij, hey, dat is een goed idee, ja, heb ik niet over nagedacht. En de Bijbel zegt, hij klom in een boom. En hij wachtte totdat Jezus onder hem een wilde vijgenboom, zegt de Bijbel. En hij wachtte totdat Jezus onder die boom liep en hij hoorde de teachings van Jezus. En hij zag Jezus. En weet je wat zo mooi is? Het moment dat Jezus onder die boom doorliep, keek hij naar boven en zegt, Zacchaeus, vanmiddag kom ik met mijn discipelen bij jou lunchen in jouw huis. En hij was zo verbaasd. Jezus veroordeelde hem niet. Jezus zei, ik kom vanmiddag in jouw huis.
Maak een lekkere lunch klaar met mijn discipelen, want ik wil gewoon bij jou zijn. En weet je, Jezus kwam even later met zijn discipelen in het huis, een prachtig huis natuurlijk van Zacchaeus. En hij had heel veel goederen, zegt de Bijbel. En Jezus gaf genade. Jezus veroordeelde hem niet, maar Jezus gaf liefde. En weet je wat hij zegt? Heer, de helft van de goederen die ik gepikt heb van de mensen, die geef ik terug. De helft van mijn goederen geef ik terug. En alles wat ik heb afgeperst, zegt de herziene Statenvertaling, wat ik heb afgeperst van de mensen, dat geef ik vierdubbel terug. Amen. Wat een violent faith. Wat een geweldenaar. De Bijbel zegt, geweldenaars grijpen het. En dan heb ik nog één voorbeeld. Er zijn er zoveel lieve mensen. Ik kan wel uren doorgaan. Maar ik moet denken, ik vind het zo'n mooi verhaal over dat verhaal dat die verlamde man die vier vrienden had. Heb je wel eens van het verhaal gehoord? Er was een verlamde man en die wilde zo graag lopen. En hij had vier vrienden. En ze wisten dat Jezus in een huis was. Maar het huis was volgepakt met mensen. Zelfs buiten de deur stond er een hele schare mensen. En moet je voorstellen. En ze hadden zo'n draagbed, weet je wel, die vrienden. En die arme man, die verlamde, die kwam uit bij dat huis. En ze konden niet naar binnen. Mensen zeiden misschien, kom morgen maar terug. Kom morgen maar terug. Het huis is vol. Er is geen plaats voor jullie. En dan denk ik, ze hadden kunnen zeggen, nou ja, misschien is dat niet van de Heer, weet je wel. Misschien moet ik mijn juk en mijn lot dragen. En misschien is dat wat God wil. En ze gingen het niet beredeneren. Dat hadden ze kunnen doen. Maar weet je wat die vrienden gingen doen? Die liepen om het huis heen en ze dachten, zou er een raam zijn? Maar nergens was een raam te vinden. En toen dachten ze, weet je wat? We gaan het dak op. En die arme man op dat draagbed, ze vonden volgens mij een tros touwen. En ze hezen die verlamde man op het dak. En dan zegt de Bijbel, dan zegt hij hier, ik heb er hier wat uitgehaald in Markus 2 vers 4. En dan staat er, omdat zij niet bij hem konden komen vanwege de menigte, verwijderden ze de dakbedekking. Ik zou niet graag die mensen bij mij in mijn huisje willen hebben, die nou klaar is. Ze verwijderden de dakbedekking boven de plaats waar hij was. En nadat zij de dakbedekking opengebroken hadden, en dat was niet zomaar een gaatje in het dak, want er moest een man van 1,70 meter, 1,80 meter die op zo'n draagbaar lag, die moest er doorheen. Dat hele huis dat werd gesloopt. Ongelooflijk. Maar die vrienden die dachten, ik zal mijn wonder ontvangen. Ik zal mijn vriend zien lopen. En geloof neemt nooit genoegen met nee. Wat hadden die vrienden een violent faith. Wat waren daar dat een geweldenaars die grepen naar de zegeningen van God. En ze hadden een groot gat hadden ze in het dak gemaakt. En ze lieten hem op zijn lichtbed, waarop die verlamde lag, lieten zij neer en hij kwam neer vlak voor de neus van Jezus. En Jezus die genas deze man en deed een geweldig wonder. Lieve mensen, ik hoop dat wij vanavond ons gaan ontwikkelen of dat wij het willen accentueren, dat wij geweldenaar zullen zijn en dat wij niet zullen opgeven om van God te ontvangen. We moeten soms ons geloof laten zien aan Jezus. Weet je, Jezus kwam in zijn geboorteplaats, zegt de Bijbel. En dan zegt de Bijbel, Jezus kon niets doen. Weinig krachten vanwege een ongeloof. Vanwege een ongeloof. Daarom zei Jezus steeds als hij iemand genas, je geloof heeft je genezen. Je geloof heeft je behouden.
Halleluja. En er is nog zoveel te vertellen, lieve mensen. Maar God wil wonderen voor je doen. Ook vanavond willen we voor je bidden met ons gebedsteam. Als je ziek bent, als je ook psychische klachten hebt, als je bang bent. De Heer die liet me zien, er zijn mensen ook die last hebben van angst en slapeloosheid. En allerlei fobieën, weet je wel. En God wil je vanavond aanraken. Maar wees een geweldenaar. Kom gewoon naar voren en zeg: Arjan, ik heb een probleem. Ik heb een nood. Kan jij voor me bidden? Kan je de handen opleggen? En als je dat doet in geloof, dan zal God je niet teleurstellen. Amen? Halleluja. Zijn we er nog? Zeg me eens na, ik wil een geweldenaar zijn. En ik wil naar de zegen grijpen. Halleluja, halleluja. En ik denk helemaal aan die weduwe en die onrechtvaardige rechter. Daar gaan we nou niet over praten, want ik vind zonde van de tijd. Want ik heb maar een beknopte tijd, maar ik zou hier zoveel over kunnen zeggen. Lieve mensen, we gaan aanstonds gaan we bidden voor de zieken. Maar ook voor mensen die geestelijke problemen hebben. En weet vanavond dat God een God van wonder is. Amen. Weet je, als je zo passief zit in je stoel van, nou ja, ik zal wel zien wat er gebeurt vanavond, maar als je die houding hebt, dan zal je niks ontvangen. Maar als jij een geweldenaar wil zijn, als jij naar de zegeningen van God wil grijpen, als je zegt: Heer, dit is wat u beloofd heeft, dit is mijn nood, Heer, en ik dank u wel, u bent gewillig om mij te helpen. Dan zal God het doen. God heeft ons nog nooit teleurgesteld. Nooit. Maar wij moeten soms geloof tonen in de beloften en in het woord van God. Prijs de Heer, halleluja. Amen. Je mag straks naar voren komen, dan bidden we voor jou. Maar weet je, het belangrijkste is dat je weet dat als je zou sterven, dat je naar de hemel gaat. Ik ben zo blij voor die drie mannen, die jonge vaders, die mannen die getuigd hebben net. Dat zijn geweldenaars. En in hun nood hebben ze gegrepen naar de belofte van God. En moest kijken hoe God hun leven veranderd heeft. Als ze waren blijven zitten in hun ellende, dan waren ze misschien al dood geweest. Ik weet zeker, sommigen. Maar ze hebben gezegd: nee, God heeft een plan met mijn leven. God is een goede God. En ik zal herstellen. En ik zal een gezin krijgen. En ik zal genieten van de zegeningen van God. Geef deze drie kantjes nog eens een applaus. Halleluja. Halleluja. Lieve mensen, ik wil vragen, als hier mensen zijn en je kent Jezus nog niet, neem vanavond de beslissing, dat is het allerbelangrijkste wat je kan overkomen in je leven, dat je een keuze maakt om Jezus in je leven te vragen. Hij zal je leven volkomen veranderen. Hij zal zijn liefde in je hart uitstorten. Er is niemand die meer van je houdt als Jezus. Je vader en moeder, vrienden en vriendinnen, die hebben misschien gezegd op school: ik hou van je, ik hou van je, weet je wel. En maar na een tijdje lieten ze je in de steek. Mensen zijn mensen, maar God is een God van liefde. God is een God van wonderen. En hij wil niets lievers dan jou redden. Dan jou gelukkig maken. Prijs de Heer. Ik wil je eigenlijk vragen. Nee, eigenlijk smeken. Om een keuze te maken vanavond. Om Jezus in je hart te vragen. Amen. En dan zal God je leven zo rijk maken. Ik was een jongen van 19 jaar. Toen ik voor het eerst in een dienst kwam. Zoals hier. Ik kom uit een zware gereformeerde hoek. En ik hoorde alleen maar: we hebben niks, we zijn niks en we kunnen niks. Ik was tot mijn 19e jaar aan het niksen. Maar toen kwam ik in een gemeente zoals hier. En toen hoorde ik dat God een plan had met mijn leven. En ik hoorde dat Jezus aan het kruis gestorven was voor mijn zonde. En weet je, toen heb ik gezegd: die Jezus, die wil ik kennen. En nu 52 jaar geleden, 53 jaar geleden, brandt nog steeds dat vuur in mijn hart. En we reizen nog steeds de wereld over om de mensen het evangelie bekend te maken. We zijn bezig met voorbereiding om naar Nepal te gaan. Daar hebben we een weeshuis met 39 voor één straatkinderen die bedelden in een toeristen, Tamil, in een toeristenwijk. Die worden nu liefdevol opgevangen. En we hebben ons weeshuis die we hebben laten bouwen, hebben we genoemd The Father's House. Come and go with me to my father's house.
to my father's house. En lieve mensen, we mogen overal waar we komen in deze wereld een zegen zijn. Afgelopen zondag hadden we een geweldige dienst in de Joshua gemeente in Drachten. En er kwam een aantal mensen tot geloof. En mensen huilden omdat ze zagen dat mensen tot Jezus kwamen, familieleden. Lieve mensen, deze morgen las ik op teletext dat nu, op dit moment, meer dan 50.000 mensen de dood vonden tijdens die vreselijke aardbeving in Turkije en Syrië. 50.000. 3 weken geleden leefden deze mensen nog, waren ze bij hun gezin. En dachten ze van, we worden 90 jaar. Maar ineens die aardbeving, die alles vernietigende aardbeving. En meer dan 50.000 mensen, die kwamen zo, die liepen zo de eeuwigheid in. Lieve mensen, ik wil je vragen. Laten we vanavond een levensverzekering afsluiten. En zeggen, Heer, kom in mijn hart. Ik wil niet verloren gaan, ik wil gered worden. Er is niks mooiers dan dat je weet dat Jezus voor jouw zonde gestorven is. En dat je weet, it is well with my soul. Amen. En misschien zeg je, ja Arjan, ik ga naar de kerk. Ik ga naar de kerk en het is wel goed met mij. Maar lieve mensen, een kerk kan je niet redden. Een kerk is niet gestorven aan het kruis voor jou. Ook een dominee niet. Zelfs ook een voorganger niet. Ook deze kerk kan je niet redden. Redding is alleen maar als je zegt, Heer Jezus, kom in mijn hart. Ik wil u kennen. Ik wil u kennen. Ik wil vrede in mijn hart. En ik heb een paar vragen voordat we gaan bidden. Wil je de glimlach van Jezus zien en ervaren in je leven? Wil je dat de hemel je eindbestemming is? Er is een hemel en er is een hel. En God wil niet dat mensen verloren gaan. Johannes 3 vers 16, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Halleluja. Wil je echte blijdschap? Die blijdschap is te vinden aan de voeten van Jezus. Wil je rust en vrede? Yes, zoveel mensen moeten Teresta en Semesta slikken. Weet je wat ik laatst las op internet? Er zijn 700.000 Nederlanders die 's nachts slaappillen moeten slikken omdat ze niet kunnen slapen. 700.000. En diezelfde mensen hebben weer, als ze wakker worden, hebben ze weer tabletten nodig om de dag door te komen. Mensen zijn opgejaagd. Maar Jezus zegt, kom tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Oh, die rust die Jezus geeft. En die vrede die Jezus geeft, is zo geweldig. Halleluja. Maar lieve mensen, als je Gods plan wil kennen voor je leven, wees nu een geweldenaar. En zeg, Arjan, ik wil die keuze maken. Ik wil een geweldenaar zijn. Ik wil grijpen naar mijn redding. En dan wil ik voor je bidden. Halleluja. Ik weet dat er hier veel mensen zullen zijn. En die zullen zeggen, Heer, kom in mijn hart. Ik vraag niet om je aan te sluiten aan onze kerk of bij deze kerk. Ik vraag je alleen maar, wil jij gered worden? Wil jij die zekerheid hebben dat jouw naam staat opgetekend in het boek des levens? Dat je weet, als ik zou sterven, dan hoef ik niet verloren te gaan. Dan is de hemel mijn eindbestemming. Wauw. Iedereen zegt, wauw. Oh, halleluja. Halleluja. Vind je het niet heerlijk om gered te zijn? Die getuigenissen van Hans, van Michael en van Sjerk. Wat heerlijk, die jongens die lagen in de goot. Maar God heeft ze eruit getrokken. En ze hebben gezegd, ja, ja, ik wil. En ze ontwikkelden zichzelf als geweldenaars. En ze hadden een violent faith. Ze zeiden, dit laat ik nooit meer gaan. Amen. Ik wil vragen voor een moment om te gaan staan. Zullen we gaan staan voor een moment? En dan ga ik bidden, lieve mensen.